Surinamers gaan over enkele dagen traditiegetrouw vuurwerk afschieten. Jaarlijks worden er hiervoor containers aan vuurwerk geïmporteerd. Tot vandaag zijn er 20 containers aan vuurwerk geïmporteerd, bevestigt brandweervoorlichter Olten Pinas in gesprek met de nieuwsdienst. Pinas stelt dat de periode voor import nog niet is afgesloten en er meer containers worden verwacht. Ik kan u zeggen, vorig jaar hadden we meer containers tegen deze tijd die geïmporteerd waren. Maar de brandweer is opgewassen tegen het werk. We zijn professionals en de afdeling preventie van de Korps Brandweer Suriname die houdt zich geregeld bezig met het importeren van, met het controleren van de vuurwerkcontainers. We zijn al maanden bezig met onze voorbereiding naar deze periode toe. We hebben een plan voor aanpak en we hebben op 23 december een gezamenlijke voorlezingsdag met de politie. En dat zal geschieden voor Kerpelaan Jodenbreestraat. Pinas geeft verder aan dat er dit jaar zwaar wordt gewerkt aan preventie. De brandweer is sterk afgestemd op de jaarlijkse ongevallen en branden rond de jaarwisseling. Ik wil de mensen vragen om voorzichtig om te gaan met vuurwerk. De vuurpijlers, zogenaamde raketten. Ik heb het al eerder gezegd in een ander medium. Vanwege de regens is de grond zacht. En de raketten of vuurpijlers worden in de grond geplaatst. En omdat die zacht is, kan die elke richting opgaan. Daarom is het belangrijk om hem in een fles gevuld met zand te zetten. Maar we zijn goed voorbereid daarop. Als we de statistieken nagaan, hadden we 4 jaar terug 10 vuurwerkslachtoffers. 3 jaar terug was het op 10 gebleven. 2 jaar terug zijn we het is gereduceerd naar 6 slachtoffers. Het vorig jaar ook 6 slachtoffers. Dus u ziet, het heeft een dalende trend. Pinas geeft aan dat er een agressief voorlichtingsbeleid gevoerd zal worden. De dalende trend voor wat betreft het aantal slachtoffers moet worden aangehouden.